Dat ik er niet heel erg lekker in zit op het moment. Ik had echt gewoon een korte broek aangekund. Maar ja, wie denkt eraan in oktober? Precies waar ik zin heb. Altijd die broodrooster. Ik heb niet geweldig geslapen. Ik werd steeds wakker en ik rook iets heel raars wat ik echt niet... Ik heb weer last van fantoomgeuren volgens mij. Maar het is maandagochtend, I made it. En de batterij van deze camera is leeg. Ik ga er een nieuwe pakken. Ja, daar ben ik weer. Ik ga voor mezelf als ontbijt een kopje thee zetten in mijn kattenmok die ik bij de kringloop had gevonden, waar ik nog steeds heel blij mee ben. Ik ga het laten zien. Ik ben best wel blij met de mokken die ik heb. Het begon allemaal met deze mok. Deze had ik nog, die had ik een keer gekregen bij een optreden met de band. En hij was heel vies geworden. Zeg maar, die aanslag die erin zit, die kreeg ik gewoon echt niet weg. En toen heb ik er bleek in gegooid en nu is hij weer helemaal wit. Wel heel erg goed uitgespoeld en ik denk dat het dan wel oké is. Deze twee had ik natuurlijk gevonden bij de TK Maxx. En die zijn precies dezelfde kleur roze als de bordjes en zo die ik al heb. En afgelopen week was ik bij mijn vader eten en ik had al een keer gezegd, oh, die mok zou ik echt wel graag willen hebben. Ik vind hem zo tof. En afgelopen week heb ik hem meegenomen. Meegekregen. Ik heb hem niet gewoon gepakt. En dat is deze vogelrokmok van de Efteling. Ik trok zelf een achtbaan daar in het donker. Was toen net uit en het was ik vond dat zo geweldig toen als kind. Ik vind het nog steeds een hele leuke achtbaan trouwens. Ja, er staat geen jaartal of zo op, hè. Maar dit is echt zo oude. Ik herinner me ook niet dat we ooit andere... Ik heb één keer een shirt van de Droomvlucht gehad. Maar ik herinner me niet dat we ooit echt andere dingen van de Efteling kregen of zo. En deze mok was echt de shit. En ik vind dat eigenlijk nog steeds. Ik vind het echt een coole mok. Maar vandaag is het deze. Die vond ik in de kringloop met een schele kattenbekertje. En als ontbijt had ik gewoon weer zin in ontbijtgranen met melk. Precies waar ik zin in heb. Het woord van vandaag is spiders. En ik had daar eigenlijk al iets voor gemaakt. Ik had gisteravond ineens nog een idee. En ik heb wel zin om die ook nog te maken. Ja, mijn tekeningen zijn eigenlijk altijd best wel donker. Voelt altijd een beetje niet passend op prout of zo. Maar aan de andere kant, het is wat het is. Op dezelfde manier als dat ik van horrorfilms houd, zeg maar. De werkdag is nu wel echt gestart. Ik ben al even bezig en ik ga van mijn kopje koffie van de dag maken. Ik ga vandaag weer voor mijn pumpkin spice latte. En die maak ik door een beetje siroop hierin te doen. En dan neem ik mijn koffie. Nice. Ja, ik heb nu havermelk en die schuimt niet geweldig. Maar die schuimt wel goed genoeg. En in ieder geval kan ik hem even warm maken met deze. Ik zou eens een keer weer van die barista melk moeten kopen. Om dit mee te maken. Ik drink niet zo vaak cappuccino's en lattes. Ik heb een hele tijd ijskoffie gedronken. Dus ik heb al een tijd niet echt iets opgeschuimd. Tada! Oh, ik ga even pauze even douchen. Ik stoor me aan hoe vettig mijn haar is. En dat is eigenlijk ook wel even lekker misschien. Ik bedenk me ineens, heb ik al het eindresultaat van mijn gang laten zien? Ja, in mijn fotoblog. Maar ik vind het wel leuk om het even te filmen. Erg blij mee. Ik wil de hele tijd een soort van vertellen dat ik er niet heel erg lekker in zit op het moment. Zonder daar een big deal van te maken. Maar meer om aan te geven van... Dat gewoon is hoe het... Wacht, ik was laatst een podcast hierover aan het luisteren van twee jongens die een band hebben en die maken ook een podcast. En dat de een tegen de ander zei van ja, ik weet niet meer precies hoor, maar iets van hoe ga jij ermee om of kan jij het goed accepteren dat het leven gewoon soms nice is en soms even niet zo nice voelt. Zonder dat er echt een hele duidelijke reden voor is of gewoon omdat het gewoon zo gaat of zo. En hij zei ja... Ja, wel lastig soms.
En dat was het. En zonder het helemaal een stuk te analyseren, ik vond het wel nice. Want zo is het ook gewoon. Soms heb je gewoon dat je echt lekker in je flow zit. En dan is het weer een tijdje dat je denkt, ik kom niet uit mijn woorden. En dat heb ik nu een beetje. En ik denk dat als je dan over eetstoornisherstel kijkt, of wat voor copingmechanismen je dan ook ontwikkelt, zeg maar, in je leven, dat herstel niet gaat over dat je dat altijd wel in balans hebt en dat je jezelf wel weer in een soort wel goede mindset krijgt, of dat je die onzekerheid soort van kan relativeren en het is dan weg. Maar dat je gewoon accepteert en een soort van kan vertrouwen van, ik voel hem nu even niet. En dat je dat dan kan verdragen en er ook op kan vertrouwen dat het dan wel weer komt en dat het gewoon dan even zo is. Dat herstel daar ook heel erg over gaat. Ja, dat wilde ik zeggen zonder dat ik er een ding van maakte. Maar ik vond dat ook even moeilijk. Want ik was al 4 keer dit verhaal begonnen. En dan werd het zo meteen. Oké. ik voel me ook een beetje ziekig de laatste tijd. Een soort van pijn in mijn nek. Een soort van verkouden. Een soort van, maar net niet echt. Een soort van koortsig, maar net niet echt. En dat is ook al een soort van tijdje aan de gang, op en af of zo. Dus dat helpt ook niet echt heel erg mee. Maar we gaan gewoon rustig aan verder. En dan mijn haar weer aan het verven, zoals je misschien ziet. Ik ben de onderkant van mijn haar blond aan het maken. En ik wil het nog wel nog blonder, maar dat kon niet in één keer. Het is nu een beetje gelig nog. Oké, koffiepauze is voorbij. Dan gaan we weer aan het werk. Oké, shower break. Voordelen van thuiswerken. En nu heb ik in plaats van vettige draadjes haar, nat geel haar. I know. Wat ga ik maken? Ja, ik eet veel dezelfde dingen, omdat ik die dingen lekker vind. Ik weet nog dat ze ooit zeiden, je mag niet meer dan een x aantal eieren per week, want dan iets met cholesterol of zo. Ja, ik zit daar wel echt ver overheen, maar volgens mij is dat ook al wel weer ontkracht. Die douche heeft me wel goed gedaan. Ik voel me echt weer fresh. 2 broodjes in de broodrooster. 2 eitjes in een pan. Oeh, en ik was op een festival in Rotterdam. En daar verkochten ze hete sausen en sambal en zo. En daar had ik deze sambal gekocht. Die ga ik er ook op doen. Vet lekker. Heel lekker. Altijd die broodrooster. Ik heb ook wel weer zin in een appeltje met pindakaas. Dat at ik vroeger best wel regelmatig. Maar al een tijdje niet meer. 1 kilo 100% pindakaas van de Albert Heijn. 1 van de beste producten op de markt. Oh, oeps. En ik herinner me ineens dat ik ooit een pindakaas heb gehad van de pindakaaswinkel. Met kaneel en dadel. En ik denk dat kaneel, pindakaas, appel ook wel eens een goede combinatie zou kunnen zijn. Dus we gaan niet eerst proeven. We gaan gewoon het meteen op alle stukjes doen. Maar ik denk niet vies. Maar ik denk toch liever zonder kaneel. Omdat je dan echt... Dus merk je dat ik nu een beetje teleurgesteld ben? Nu heb ik niet de pindakaas met appel die ik wilde. Maar nu heb ik de pindakaas met appel en kaneel. Sambal. Ik denk dat ik vanavond pompoensoep ga maken. Ja, ineens heb ik het idee. Alle appelstukjes zijn al op. En hier is mijn broodje. Mijn broodjes met ei. De werkdag is voorbij. Mijn haren zijn niet meer vettig. En ik ga even een rondje wandelen buiten. Want dat is goed. Een frisse neus. Dat is wel echt de reden. Want dat is goed. En het is altijd lekker als ik het eenmaal heb gedaan. Maar ik moet mezelf soms wel even de deur uitschoppen, zoals vandaag. Ik had echt gewoon een korte broek aangekund. Maar ja, wie denkt eraan in oktober? Ik hoop dat de ijssalon nog open is en dat ik even een ijsje kan gaan halen. Ik ben uiteraard niet de enige met dit idee. Lemon pie en dolce amarena.
Alright, de boodschappen zijn inmiddels gedaan. Ik heb hier gesneden allemaal oranje dingen. Wortelpompoen, zoete aardappel en een appeltje. En toen zag ik al snel dat deze pan veel te klein was. En ik was een ijsje vergeten te gebruiken. Dat ben ik nu aan het doen. En dan kan dit straks daarbij. Ik heb nog een pakje kokosmelk staan. Die doe ik er doorheen. Blenden, peper, zout, chili, poeder, zoiets. En dan klaar. De soep is klaar. Het is meer een soort puree geworden. Zo dik is hij. Super lekker. En ik heb erbij een broodje met een soort... Het is geen kruidenkaas. Het is meer kruidenzuivelspret. Heel nice. Ik ga aan het werk. Dat was hem weer. Wat een grote stukken. Ik heb weer een nieuw pak krusli gehaald. Die ga ik hierin doen. Als we het hebben over favoriete krusli. Want ik heb vanochtend speculoos krusli gegeten met havermelk. Maar vier noten krusli met sojamelk. Heel specifiek, maar dat vind ik zo lekker. Ik had Lonneke haar fotoblog gelezen. Ja, ik heb dit dus gisteren gefilmd. En heel snel geëdit deze ochtend en nu is het online. Dinsdagmiddag. En dan kreeg ik zin van in een glas wijn. Dus ik heb een glas wijn. En ik heb een groot stuk krusli. Deze maand wordt gewoon dedicated aan het tekenen heel veel. Ik ga hier morgen ook nog wel aan werken. Een stukje. En dan morgenavond is die af, denk ik. Voor wie het had gemist, Inktober is een challenge op Instagram. Dat je elke dag van oktober een tekening gaat maken naar aanleiding van een woord. En die woorden worden gedeeld op Inktober. @Inktober op Instagram. Die woorden zijn 1 september volgens mij al gedeeld. Dus je had de hele maand september kunnen werken aan dingen. Had ik willen doen, heb ik niet gedaan. Ik ben daardoor wel gewoon weer meer aan het tekenen. Dat is fijn. Het wordt ook weer steeds vroeger donker. Maar ik ben helemaal... Voorzichtig. In de kaarsenmodus. Dit is een hele leuke. Het is een potje en op het dekseltje zit een kaarsenhouder. En daarin kan je je kaarsen bewaren. Die heb ik gekregen van een vriendin van mijn vader. En ik ben er echt blij mee. Ik vind hem super... Oh, doe voorzichtig met die kaars. Dat ga ik even doen. Terwijl ik de documentaire van Kane kijk. Op Videoland. Ik begon er maar gewoon aan omdat ik dacht dat is iets wat ik gewoon kan kijken zonder mijn aandacht erbij te hebben. En dat kan, want je kan gewoon luisteren en dan volg je het ook. Maar ik vond het wel heel leuk eigenlijk. Ja. Ik ga nog even tekenen. Ik ben blij dat ik dat weer veel heb gedaan de afgelopen 3 dagen. Oké. Tot de volgende video. Doei!